Vandaag ben je nog op school, morgen ben je misschien klaar voor een job in de bouwsector. De bouw, dat zijn 43 bouwberoepen met ontzettend veel jobs. De bouw die heeft ook een sectororganisatie die bedrijven helpt met het zoeken naar de juiste werknemers. En dat is Constructive. Bij Bouwbaan zijn we met 5. Afhankelijk van waar je woont, zal je één van ons ontmoeten. Alles wat we doen rond de werkstelling noemen we Bouwbaan. Een project in samenwerking met de Oost-Vlaamse steden en de provinciebestuur. Maar dit gaat over jou. Binnenkort verlaat je de school en zal je leven er helemaal anders uitzien. De toekomst lacht je toe. Wil je aan de slag in de bouwsector, dan kan Bouwbaan je zeker helpen. In Oost-Vlaanderen zijn er 3800 bouwbedrijven. Niet evident om daar de ideale werkgever uit te kiezen. Vanuit ons werking komen wij dagelijks in contact met bouwbedrijven uit jouw regio. We zijn dus de ideale partner om jou te ondersteunen in de keuze naar het bouwbedrijf waar jij met jouw skills, jouw ervaring en jouw wensen het beste mee matcht. Wij helpen je graag bij de opmaak van je cv en motivatiebrief. Het klinkt misschien wat vreemd, maar je cv is jouw visitekaartje. Bij de selectie wordt het meeste aandacht besteed aan je cv. Als je uiteindelijk wordt gekozen als sterkste kandidaat, dan gaan wij samen met jou met het bouwbedrijf in overleg, zodanig dat we kunnen bespreken wat voor jou het beste contract en de beste maatregelen zijn om jou een duurzame en veilige start te garanderen. Je vraagt je misschien af als je aan de slag gaat hoeveel je gaat verdienen, op welke premies je recht hebt en welke documenten je allemaal zal krijgen, moet invullen en bij hebben. Wij van Bouwbaan kunnen je daarbij helpen. Of zou je graag nog een opleiding volgen? We kijken samen met jou wat de mogelijkheden zijn en waar je deze het best kan volgen in jouw regio. Vergeet niet, zelfs als je aan het werk bent, kan je opleidingen blijven volgen. Je bent afgestudeerd, uiteraard ga je waarschijnlijk op zoek naar een job nu. Heel belangrijk om goed na te denken waar je naartoe wil. Ken je al werkgevers? Misschien kan je wel starten op je stageplaats. In Oost-Vlaanderen zijn er 3800 bouwbedrijven. Maar weet eigenlijk dat er 2500 bouwbedrijven zijn met minder dan 5 arbeiders in dienst. De kans is dus veel groter dat je bij een klein bouwbedrijf terecht gaat komen dan bij een groter. Als je gaat solliciteren of wilt voorbereiden, is een eerste indruk effectief zeer belangrijk. Dus bereid je goed voor, stel je een aantal vragen bij jezelf van wie dat je bent, wat dat je kan, je ervaring, stageervaring, zeer belangrijk. Wat ga ik kunnen betekenen voor een bedrijf? Want dat is meestal de hamvraag. Wat zijn uw sterke punten, uw minder sterke punten? Bereid u daarop voor en tracht daar dan ook al zelf een antwoord op te formuleren. Maak dat je cv in orde staat. Gebruik de juiste gegevens, je gsm-nummer dat erop staat. Maak dat je daarop bereikbaar bent. Of als je een telefoontje gemist hebt, bel dan terug. Je e-mailadres, maak dat het een standaard e-mailadres is. Bijvoorbeeld je naam. Zeker geen al te gekke afkortingen. Waar ik als werkgever eigenlijk al op let, van het moment dat de sollicitant binnenkomt, is zijn attitude, zijn houding, hoe hij zich gedraagt. En dan tijdens het gesprek is het eenvoudig als je heel beleefd met kennis van zaken, een aantal zaken beantwoord en waar het zeker over ambitie en goesting spreekt, zijn dat eigenlijk de belangrijkste zaken, want de vakkennis moeten we toch uittesten op de werf. Heb je die meegekregen van school, des te beter. Heb je de specifieke vakkennis niet voor het bedrijf waar je gaat werken, wees gerust, er komen zeker kansen om een goede opleiding te volgen en kunnen in te werken. We hebben als werkgever het liefst dat onze sollicitanten rechtstreeks solliciteren. Er zijn heel veel mogelijkheden. We kunnen u veel makkelijker opleiding geven, we kunnen projecten op maat aanbieden. Dus ja, zeker veel liever rechtstreeks dan via een interimkantoor. Het is belangrijk dat je je gaat inschrijven bij VDAB als je werk zoekt, maar ook als je al werk hebt en dat vanaf 1 juli. Vanaf 1 juli begint jouw beroepsinschakelingstijd te lopen, zodanig dat je na een jaar recht hebt op stempelgeld. Als je gaat verder studeren, hoef je je uiteraard niet in te schrijven. Als je aangenomen bent, het eerste wat je moet doen, vieren uiteraard. Het tweede is je contract tekenen. Heel belangrijk, voor je je contract tekent, is het heel goed na te lezen. Zijn al je gegevens correct? Staat je loon erop? Welke functie oefen je uit? Is het een contract bepaalde duur, een contract onbepaalde duur? Kijk zeker ook naar de startdatum. Je weet ook vanaf je getekend hebt,
ga je eigenlijk akkoord met de voorwaarden die erop staan. Dat contract moet getekend zijn en samen met nog twee andere zaken, uw controlekaart en uw construbadge, die drie zaken moet je effectief in uw bezit hebben voordat je ook maar iets uitvoert op de werf. Je loon in de bouw is eigenlijk op voorhand bepaald. De bouw heeft eigen loonbaremas volgens paritair comité 124. Dus het is heel belangrijk dat je dat navraagt wanneer je gaat gaan solliciteren, dat je zeker onder dat paritair comité valt. Heel belangrijk is ook dat je je einddiploma behaalt. Dus een zesde jaar TSO of een zevende jaar BSO. Want wanneer je je einddiploma behaalt, zal je verloond worden onder categorie 1A. Stop je na je zesde jaar, zal je verloond worden onder categorie 1. Jullie zullen zien dat het loon verschilt, maar ook alle premies die eraan verbonden zijn, gaan daardoor wel verschillen. Je hebt, zoals altijd als je voltijds in België werkt, 20 dagen verlof en 12 extra inhaalrustdagen. In totaal is 32 dagen. De meeste van die dagen liggen vast. In de zomer heb je 3 weken. Kerst en nieuwjaar 2 weken thuis. En dan wordt er afhankelijk van de feestdagen ook nog een weekje ingepland, herfstvakantie of paasvakantie. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je een 3 of 4 dagen zelf gaat mogen kiezen. Bovenop jouw loon krijg je nog extra premies. Je zal daarvoor een document thuisgestuurd krijgen dat je gaat invullen en afgeven aan jouw vakbond. Let wel op, dat zijn niet belaste premies. Dat betekent dat je daar volgend jaar belastingen moet op betalen. Als je 6 maanden in dienst bent, ga je ook nog een hospitalisatieverzekering krijgen. We hebben voor jullie ook nog een aantal zaken ontwikkeld waar alles op een rijtje staat. We hebben een website, daar kunnen jullie naartoe gaan via het postkaartje dat jullie in de bus gaan krijgen, de QR-code inscannen. Jullie gaan daar een heel overzicht zien ook van vacatures. Jullie kunnen ons daar ook contacteren in het kader van vacatures of in het kader van vragen die jullie nog verder hebben. Verder hebben we ook onze Facebook en onze Instagram Fonds van de Bouw. Dus jullie zullen waarschijnlijk wel een vriendschapsverzoek krijgen van ons ook. Is dat voor ons een belangrijk kanaal om te communiceren. Dus als jullie vragen hebben, kunnen jullie ons daar zeker ook bereiken. Veiligheid. Het is niet zomaar iets om af en toe aandacht aan te besteden. Veilige werkomstandigheden creëren is de basis om samen met je collega's een succesvolle werkdag door te maken. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die op de werf komt, of je nu nieuw bent of al 20 jaar ervaring hebt. Het coronavirus brengt op dat vlak extra uitdagingen met zich mee. De veiligheid op de werf begint namelijk bij jouw gezondheid. Ben je ziek? Blijf thuis en kom niet naar het werk. Misschien kwam je alleen met je eigen auto of reed je mee in de camionet met je collega. Wanneer de 1,5 meter fysieke afstand in het vervoer niet haalbaar is, zijn er volgende mogelijkheden. Ofwel beperk je het aantal personen in het voertuig, ofwel voorzie je afscheidingen. Elke inzittende dient hierbij steeds een mondmasker te dragen, ook in geval van afscheidingen. Je eerste taak is grondig je handen wassen. Gebruik vloeibare zeep en vers stromend water. Neem je tijd. Je handen wassen duurt 40 à 60 seconden. Gebruik een papieren doekje om je handen te drogen. Zodra je op de werf komt, draag je een helm en veiligheidsschoenen. In je werkkoffer zitten jouw persoonlijke handschoenen en een veiligheidsbril. Gebruik zoveel mogelijk je eigen gereedschap en geef dit niet door. Wanneer je toch gereedschap samen moet gebruiken, ontsmet dan telkens de handgrepen. Houd tijdens het werk steeds 1,5 meter afstand. Dat is ongeveer 2 armlengtes. Schud geen handen en werk steeds in kleine groepjes. Ook als je iets wil vragen of bespreken, hou je best 1,5 meter afstand. Deze regels gelden ook tijdens de toolbox-meeting en tijdens de koffie- of middagpauzes. Schaft verstandig en eet niet in een te kleine werfkeet, maar zoveel mogelijk buiten. Is het door omstandigheden echt niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren, dan moet je een mondmasker dragen. Was je handen voor je je mondmasker opzet. Raak bij het opzetten enkel de elastieken aan en trek ze over je oren. Je neus en mond moeten volledig bedekt zijn en bovenaan en onderaan het masker mogen er geen openingen meer zijn. Wanneer je je mondmasker afzet, was je opnieuw je handen. Veiligheid op de werf is prioritair. Gebruik materiaal enkel waarvoor het bedoeld is en neem geen risico's.
Weet je zeker dat je de juiste reflexen hebt? Wat doe je als er bijvoorbeeld een brand ontstaat op de werf? De meeste branden op de werf ontstaan door kortsluitingen of door roken. Wanneer je een brand opmerkt, probeer je iedereen van de werf te krijgen en bel je de brandweer. Is de brand niet te ernstig, dan mag je 1 bluspoging doen. Ga niet zelf voor brandweer spelen. Enkel als de situatie niet volledig hopeloos is, mag je zelf blussen. Elke seconde telt. Plaats je eigen veiligheid en die van je collega's altijd op de eerste plaats. Zo kom je elke dag veilig thuis. Zo, hopelijk kunnen jullie snel aan de slag binnen de bouwsector. Weet dat de bouw blijven leren is. Stap dus af en toe eens een opleidingscentrum binnen om er een boeiende bouwopleiding te volgen. Je zal er de fijnste kneepjes van je vak leren kennen, nieuwe trends ontdekken en nadien veiliger en milieubewuster aan de slag gaan. Weet dat je met al je vragen terecht kan bij Bouwbaan. En aarzel dus niet om hen te contacteren.